Bos is zijn allereerste nummer iets meer dan een maand uit. Op Dreef hebben we het over. Dat is de titel van de single van Jay Lyon, een artiest uit Almere. Dat is een energieke track die lekker wegluistert, zegt hij zelf althans. En mensen motiveert in deze moeilijke tijden. Ja, we hebben hem in de uitzending. Jay Lyon, zeggen we dat goed eigenlijk? Jay Lyon, goedemiddag. Het is eigenlijk Jay Lyon, maar jullie mogen ook Jay Lyon zeggen. Maar het is eigenlijk Jay Lyon. Ah. Maar bedankt voor de uitzending. Ja, graag gedaan. Jij bedankt voor het uitbrengen van je nummer. Ja. Hey, dit liedje heb je wel met een bepaalde bedoeling uitgebracht, hè? Ja, ik heb zeker een bedoeling ermee. Kijk, we leven nu een beetje in een gekke tijd. Er gebeurt van alles en nog wat. En op een gegeven moment, ik probeer mensen wat energie te geven. Wat ik altijd probeer is mensen te motiveren. En dat wil ik zeker ook doen met dit nummer. Ik probeer anderen te motiveren om iets wat van te maken eigenlijk tijdens deze gekke periode. Ja, zie je het veel om je heen gebeuren dan? Jij woont in Almere. Zie je veel jongeren daar struggelen met de maatregelen? Ja, ik zie het gewoon. Kijk, wij jongeren zijn vooral mensen die wat sociale contacten nodig hebben. Veel sociale aspecten eigenlijk. En zie het vaak bij vrienden om me heen ook dat ze een beetje wat minder gedreven zijn om bepaalde dingen te doen. Maar doordat ze dit nummer van mij hebben gehoord, eigenlijk die boys van me zeiden van, hey yo bro, luister dan. Ik krijg motivatie, ik krijg energie hiervan. En zelf oudere mensen, dus de oudere generatie, die ik vind het ook mooi, dus ik ben blij dat ik mensen daarmee kan bereiken. Ja, ja. Je vindt het ook belangrijk inderdaad, hè, om die jongeren op een positieve manier te stimuleren. Heb je er echt over nagedacht? Of zo van, dat ga ik proberen met muziek? Of is dat spontaan ontstaan? Nou, eigenlijk is het vanuit mezelf ontstaan. Ik ben een persoon, ik wil graag anderen helpen. Ik sta altijd klaar voor mensen. Ik probeer anderen te motiveren als ze in een slechte tijd zijn. Omdat ik ook weet hoe het is om in een bepaalde periode te zitten. Dus ik denk dat het eigenlijk meer vanuit dichtbij ligt, vanuit mezelf. En zo probeer ik anderen gewoon te helpen. Ja, hoe oud ben je zelf? Ik ben nu 24. Ja, dus je bent ook jongere in Almere. Hoe ervaar je deze hele coronatijd als jongere in zo'n stad? Ja, een beetje gek, weet je. Je kijkt op straat, alles is een beetje stil. Normaal gesproken ga je buiten met je vrienden, doe je andere dingen. En nu is het een beetje anders. Je moet bepaalde regels die zijn gekomen. Dus het is moeilijk voor heel veel mensen, maar ik denk in deze periode moeten we juist creatief zijn. En corona moet je niet tegenhouden. Is het dan wel makkelijk om muziek te maken? Want dat doe je meestal niet alleen. Nee, zeker niet. Daar komt ook heel veel bij kijken. Producers die samenwerken. Ik zit zelf ook bij management, JMA Management, waar we gewoon heel veel dingen doen. En er komt gewoon heel veel dingen bij kijken. Ik zit dagelijks in de studio om mijn muziek gewoon te maken. Maar kan dat dan wel met de maatregelen? Want dat kan dan niet s'avonds zijn. Meestal s'avonds zijn de meest creatieve uurtjes, toch? Ja, dat klopt helemaal. Dat klopt helemaal. Alleen ik was gisteravond toevallig op straat aan het lopen. En toen kwam ik de politie tegen. En toen zeiden ze ook tegen mij van, ik heb gewoon een werkgeversverklaring. Dus vanuit werk mag dat gewoon wel. Ja, maar ja. Ik heb gewoon een heel goed gesprek met ze gehad. En zij vonden het ook leuk dat ik muziek maak. Dus leuk. Dat is alleen maar positief, weet je. Als je kijkt naar jouw clip. Want die is natuurlijk, het nummer is in januari uitgebracht. En daar sta je met weet ik het hoeveel mensen te dansen. Dat mag dan eigenlijk ook niet, toch? In coronatijd. Of zie ik dat verkeerd? Ja, deze clip is ook al wat eerder gemaakt eigenlijk. Ah. En we hebben het ook pas later uitgebracht. Ja. Dus net voordat de maatregelen net een beetje ingingen, waren we blij dat we dit nog achter de hand hadden. Ja, precies. En we zochten gewoon het juiste moment om het eigenlijk te posten. Ja. En we dachten van oké, weet je wat, in januari is het juiste moment. 2021 is een nieuw jaar. Dus, hoe klinkt het eigenlijk, het nummer? Ik heb een stukje eruit gehaald uit Op Dreef. Luister even. Ja, het klinkt heel internationaal, Jay Lyon. Ja, als het internationaal mag gaan, dat is allemaal mooi meegenomen. Als eerst wil ik de mensen in Almere raken en mensen in Nederland bereiken. Ja. Maar ik ben blij dat het online is en dat ik het met mensen mag delen. Maar het is online, hoe gaat het eigenlijk? Hoeveel views heb je? Is er iets uit op te maken? Het is mijn eerste nummer eigenlijk, dus in principe, op dit moment kijk ik nog niet echt naar hoeveel het heeft bereikt of wat dan ook, zeg maar. Maar het loopt lekker, dus jullie kunnen het gewoon bekijken op YouTube en Spotify. Ja, hoe zijn de reacties? Nou, de reacties zijn heel positief, heel erg positief, dus ik ben daar wel blij mee. Ja, dus je bereikt je doel. Dat motiveert mij alleen maar om, zeker, dat motiveert mij alleen maar om meer muziek te maken en
wat groter te worden. Sowieso al meer op de kaart zetten. Dat is belangrijk voor mij. Ja. Dus daar zijn we mee bezig. Ja, maar dan ben je ook alweer bezig met nieuwe tracks, denk ik. Zeker, zeker, zeker. Ik ben, ik denk 24/7 in de studio om muziek te maken. En ja, ik heb nog heel veel nummers die eraan gaan komen. Dus ik ben benieuwd. Goed, we gaan je in de gaten houden. Ik kijk eruit om het met mensen te delen. Ja, hoe kunnen de mensen jou het makkelijkste vinden? Op de socials of op internet? Jullie kunnen mij vinden via Instagram. 21 Leon heet ik op Instagram. En als je mij wil zoeken op YouTube, moet je gewoon J. Leon zoeken. En dan kan je gewoon heel veel dingen over mij vinden. Ja, zullen we het even spellen voor de mensen? Je doet het als J-L-Y-O-N-N. Yes, precies. Goed zo. Ga goed, ga door. Doe goed werk voor de jongeren. Dankjewel in ieder geval. Succes met je muziek.